Oh! Ja, maar wacht even. Nu lullen jullie me wat. Want... Welkom bij de Tom en Peter Hot Coffee Show, aflevering 100 weet ik veel nog wat. Tom en ik zijn net terug uit Los Angeles. Het is 112, dus het is aflevering 112. Nice! Iemand luidt die alarmbel. Hey, ik hoor hem. Maar hoe voel je? Heel erg kut over het feit dat we alleen maar thee hebben at the moment. Want ik heb het idee dat jetlags counter je met koffie. Hmm. Dus sorry dat ik de illusie even moet wekken dat we wel koffie aan het drinken zijn. Dus thee. Dus je hebt het zwaar, hè, met je jetlag? Nou, nee, niet per se. Het gaat wel, maar... Wat ben je dan elke keer aan het miepen hier? Aan het... Ik miep helemaal niet. Oh, ik zeg gewoon niks. Miepie of niet? Ja, sowieso. Hou eens allemaal. Hou eens een keer op, Tom. Lukt niet. Nee, het valt mee. Het zijn ook gewoon leugens. Ik miep helemaal niet. Ik krijg de crowd ook niet mee. Nee, het lukt niet. Nou ja, bedankt voor de reactie vorige keer, hoe weinig er ook waren. Nou, het waren er niet heel weinig of zo, maar iedereen zei vooral bedankt voor alle E3-content. Graag gedaan. Dat kan ook, maar we hebben helaas geen stelling aangeleverd. Nee, dat is jammer, dus we moesten het zelf bedenken. En gelukkig hebben we hier Lenny. Lenny is altijd in voor een goede stelling. Lenny, wat was hem? Multiplayer-only games kunnen nooit Game of the Year worden. Multiplayer-only games kunnen nooit Game of the Year worden. En ik ben het er zo mee eens. Je hebt echt een verhaal nodig, ja? Game of the Year games hebben een verhaal nodig. Ja? Ja. Dat vind ik op zich... Nee. Oké. Okay. Ik zit juist wel richting het andere eind dan. Juist het andere eind? Juist niet! Nee, de singleplayer game. Oh, dat kunnen nooit. Als er een verhaal in zit, schrijf ik het al lang af. Ja. Nee, je bent namelijk een echte gamer. Ja. Verhaal boeit niet. Ga over de gameplay. Minecraft! Ja. Kijk, Minecraft Story Mode. Wat is er? Minecraft is ook een verhaal. Ja, sorry. Dat is Game of the Year. Ja, nee, dat is waar. Oh ja, sorry, ik ben geen echte gamer. Als Minecraft speler zo. Ja. Jezus, hij noemt zichzelf een gamer, speelt nooit Minecraft. Luister, weet je wat het is? Gewoon, je wordt gewoon niet zo in vervoering gebracht door multiplayer games. Het neemt je gewoon niet mee op een plek waar het echt wat met je doet. Behalve fun met je boys. Dat is ook ja, nee, maar ik wou net zeggen, het neemt je niet mee naar een plek. Het neemt mijn plek mee naar de plek om te ragen en om echt competitief te gaan, weet je wel, echt te pushen. Ja, weet ik, maar dat is een andere vibe dan een vibe dat echt iets... Maar waarom het is waarom ook, het vervliegt dat dan... ook heel snel, want het is een potje voor potje. Ja, oké. Okay. Het vervliegt, het moment vervliegt, het potje dat is afgelopen, je gaat naar het nieuwe potje en het begint maar, opnieuw. Ik bedoel, als die potjes toch leuk zijn, dan ja, is het prima. Toch... Ik multiplayer ook de shit al. Nee, maar ik vind het dan, ja, ik weet niet, dan vind ik wel dat ook als het dermate goed is, dan mag het voor mij ook een GOTY zijn. Ja, maar het gaat nooit gebeuren, denk ik. Nou ja, ik bedoel, Rocket League heeft GOTY prijzen gewonnen. Voor beste online game. Ja, en beste sportgame. Ja. Ja, oké, okay, beste sportgame. Maar we hebben het nu over gewoon de Game of the Year. Ja, oké, okay, de game. Wacht, maar wie beslist dit? Wie zijn, hebben we het over de BAFTA's? Is het Lenny? Is het... Okay, een Game of the Year is niet de Sport Game of the Year. Want ja, nee, okay, een Sport Game of the Year kan natuurlijk een multiplayer. Ja, de Game of... Maar bijvoorbeeld... Ja, maar dan vind ik het ook wel bijvoorbeeld een Battlefield. Ja. Er zit dan ook een singleplayer in. Ja. Maar niemand speelt die. Nee. Daar draait het niet om. Het is ook niet vrij. Nee, op het algemeen nooit vrij. Ja, Bad Company 2 dan. Die was vet. Ja, en Bad Company 1. Maar zou GOTY. Ja, ik weet niet. Ik vind niet dat het dat je en de uit grap kan is sluiten. Dat als ik jou hoor over Battlefield, hoor ik je altijd over Bad Company, omdat het zo vet verhaal was. Nee, juist omdat de geweren zo awesome waren. Ah, kom op, dat was niet dat jij altijd over die game begint. Heeft ook te maken met de ervaring die je had, omdat het de singleplayer. Ja, ik neem gewoon meer mee, met een golfkarretje, met je maten over... Ja, dat was deel 1, ja. Die was wel lachen. Nee, dat is de uitbreiding die je nou benoemt. Nee, Vietnam was inderdaad de uitbreiding. Maar, ik vind singleplayer ook heel tof, maar ik vind het niet... Ja, ik denk wel dat een multiplayer game ook een GOTY kan worden. Ik ga er geen wet voor maken, ik vind ook niet dat het niet mag. Oh, okay. Ik zeg alleen, het gaat niet gebeuren, dat is de stelling. Ik heb wel Overwatch als mijn potentiële GOTY staan at the moment voor dit jaar. Ja. Er is nog niks eigenlijk echt overheen gewalst, dus het wordt nog even afwachten. Maar ik denk dat wel meer mensen dat hebben, dat vooral ook in het multiplayer circuit zijn er ook best wel veel mensen die ook gewoon zeggen van ja, singleplayer is best wel fijn, maar het hoeft niet altijd een singleplayer te hebben om een game van het jaar te kunnen zijn. Ja, maar ik denk dat hoeft niet, maar nee, dat snap ik ook wel, dat hoeft niet. Maar ik denk dat games van het jaar altijd games zullen zijn als Batman Arkham of een Mass Effect of een Fallout of iets wat mensen echt meeneemt. Wat is er? Was Battlefront niet vorig jaar jouw GOTY? En dat is ook een multiplayer only.
Oh! Ja, maar wacht even. Nu lullen jullie maar wat. Want Battlefront is de uitzondering, want... Oh. Hebben jullie de films niet gezien? Dat is de story. Nee, maar dat is anders. Ja. Ja. Hey, dit gebeurt er als jullie geen stelling inleveren. Dan krijg je dit. Dit is jullie schuld. Dat hij ze ongelijk krijgt, is jullie schuld. Nee, ik vind het prima om gelijk te krijgen. Alleen, ik denk dat de goaties, zeg maar, de grote goaties die gewoon in dat soort events worden gegeven, nu ga ik toch even omheen, dat altijd singleplayer games zullen zijn. Ja, ik gun multiplayer games het ook. Maar inderdaad, het zijn over het algemeen wel singleplayer games, ja. Ja. Of in ieder geval games met een singleplayer. Awesome. Ja, inderdaad. Ja. Nee, maar Overwatch voor jou? Voorlopig wel, denk ik. Game of the Year materiaal, het duurt nog even het jaar, dus het is nog niet klaar. Maar nee, ik vond Overwatch zo sterk dat zie ik wel zitten. Wat een kutstelling is het in één keer geworden. Ja, nee, omdat jij in één keer op het laatste even debunked was. Kan gebeuren, maar goed, anyway. Heb je wel een leuke stelling? Laat hem achter. Ja. Hieronder. Iets waar Peter zich wel... Nee. Ja. ...eruit haalt. Maar ja, nee, bedankt voor de reacties, denk ik alvast of zo. En ja. Hey, drop een leuke nieuwe stelling. Ben je er volgende week eigenlijk? Ik ben er volgende week waarschijnlijk wel. Oh, nice. Anders hadden we een invaller moeten vinden. Dat kan eventueel ook. Maar nee, ik denk dat ik er volgende week wel weer ben. Oké. Okay. Dus, hey, drop even een stelling hieronder. En bedankt voor je reactie vorige week. En een nieuwe stelling betekent een nieuwe Hot Coffee Show. Dus super bedankt en tot volgende week. Ja, dus eigenlijk was deze Hot Coffee Show eigenlijk niet gebeurd, hè? Deze is eigenlijk niet gebeurd. Nee, nee. Want Lenny heeft ons gered. Anders was het klaar geweest deze week. En onderuit gehaald. Ja, precies. En onderuit gehaald. Heb je ook wel eens gedaan. Nice. Ja.